wind, vuur, water en bliksem. Tule zegt, oh, ik snap het. Er is er nog één. Ja, vet. Inderdaad, zie je? Ik zei het al, er stond er nog eentje bij. We zijn dus op zoek naar de vijfde tempel. En dit is waar we gebleven waren. En hier in dit kistje zat de bliksemhand. Dus even kijken wat Tauro erover te zeggen heeft. En doe gelijk even een duimpje omhoog. En abonneer voor heel veel toffe Nintendo video's. Is dat Link? De kleding die je aan hebt, is dat niet dezelfde kleding die de persoon op het relief op de muur draagt? Waar in Hyrule heb je die kleding gevonden? Nou, net hier in die kist. Dus dat betekent dat die kleding zonder enige twijfel uit de tijd der legende komt. Wat een fantastische ontdekking. Maar vergeleken met de persoon op de relief blijkt er nog steeds iets te ontbreken. Misschien zijn er nog andere soortgelijke schatkisten met kledingstukken te vinden. Ga eens terug naar het uitkijkkamp om met Robbie te praten. Dan kunnen we makkelijke kisten vinden. Hé hey Robbie, gozer, hoe is het? De Pura Tablet is een onmisbaar middel bij het vinden van de prinses. Ik wil dat je de sensor voor het detecteren van tempels zo snel mogelijk kunt gebruiken. Tijd is om het Pura Tablet onderzoeksinstituut in Hateno te gaan. Ja, potverdorie, ik word alle kanten op. Hateno, dat is hier rechts onderin. Aan de rand van de dorp moet een gekke plek zijn. Zou dat het kunnen zijn? Nee. Nou, ik weet dat dat hun laboratorium is. Daarboven. Deze man heet Tok. En Tok, die is een kip aan het verzorgen. Dit lijkt een soort van portal voor de deur. Als je me nodig hebt, ben ik bij het uitkijkkamp op kasteel Hyrule. Dude, je zou hier naartoe gaan, toch? Waarom is het zo stil hier? Waarom zitten jullie allemaal in het uitkijkkamp? Waarom is hier niemand? En waarom lijkt dit op een portal? En waarom is die niet aan? Ik zag hieronder wel wat stenen hier. Hier is een ingang van iets. De grot Ressamwoud. Ik ben hier al eens eerder geweest, maar ik vond het zo vaag dat... Oh, hier is een shrine. Ah. Activeren we daarmee die portal hierboven ook? Oh, kijk, dit is een gratis shrine. Dit is heel nice. Dan kan je gewoon in één keer doorlopen. Nog een grote toverstaf. Kijk, dit is lekker, man. Hoef je helemaal niks voor te doen voor de rest. Kijk, zo'nzelfde symbool stond namelijk voor het laboratorium. Misschien kan ik hier gewoon naar boven. Zo, even door het plafonnetje. Nee, er is niks gebeurd. Waarom zijn jullie niet gewoon hier? Ik blijf hier nog wat langer. Ik wil graag zien waar Joshua's onderzoek naartoe leidt. Oh, moet ik eerst jouw quest gaan doen? Als ik deze muurschildering mag geloven, zijn er meer van die mensachtige standbeelden, Link. Maar wat me pas fascineert is waar ze naar kijken. Het lijkt op een soort tempel. Als ik die grote oren zie, kan ik niet anders concluderen dat de persoon die ervoor staat een Zonai is. Oké. Ja, ik ben dus al een keer op zoek geweest naar die tempel, maar ik kon hem niet vinden. Nou, we gaan het nog een keer proberen. En dan gaan we opletten waar die standbeelden naar kijken. Sorry, we worden dus compleet afgeleid in deze aflevering. We gaan even tussendoor iets anders doen. Oké, ik heb deze berg dus echt helemaal verlicht. Ik heb geprobeerd om hier naar boven te klimmen, maar dat is allemaal niet gelukt. Maar ik moet dus kijken naar die standbeelden. Oké, ik denk dat ik even op een hoger punt moet gaan kijken. Oeh, kijk, hier zijn wel allemaal wapens opeens. Maar we zijn op zoek naar beelden. Ja, dat is dus best wel jammer, want ik heb wel van die beelden gezien, maar ik weet nou niet meer waar. Ik heb trouwens uit die Po-automaat dit schaduwkostuum gevonden. Dit zou beter moeten werken tegen miasma. Dus ik doe hem maar even aan. Denk er opeens aan nu ik al die pose hier weer voor mijn neus zie. Ga denk maar gewoon hier naar beneden springen of zo. Ik weet het ook niet meer. Nee, dit is niet waar ik moet zijn. Ik heb hier iets op mijn map gezet. Oh, kijk, hier staat er één. Precies naast de Jesus wortel. Dit soort beelden zoeken we. Dus ze kijken daar naartoe. Oh ja. Oh, kijk, hier zijn er gelijk knijterveel. Oké, duidelijk. We moeten gewoon deze allemaal volgen. Oh ja, dit is niet zo moeilijk. Ze staan letterlijk om de 4 meter, joh. Het is alleen wel weer een probleem dat ik dus bijna door mijn pijlen heen ben. Oké, daar is de volgende. Oh, daar is weer een wortel. Laten we naar die wortel gaan. Het liefst gebruik ik nu even geen pijlen meer eigenlijk. Gewoon om dit miasma heen lopen richting die wortel. Let's go. Yes, nice. Oké, dit is de Nikhayam wortel. Kijk, top. Dan zien we alweer een beeld voor mijn neus staan daar. Kunnen we gewoon doorlopen? Oké, hier staat een beeld. Die kijkt daar naar de verte. Ja, dan zal ik wel even een pijltje moeten schieten zo. Oh, what? Frogs! Yo, wat is dit? No! 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 What the F doet deze guy? Wie is dit? Laat me met rust! Wat zit je me op te eten, joh? Ik wil geen pijlen aan jou verspillen sowieso, Frogs. Dude, wat is dit? Oké, deze gaat niet kapot. Help! Oké, Frogs gaat sowieso niet kapot. Frogs moet op een bepaalde manier... Ik denk dat ik Frogs toch wel in zijn oog moet schieten. Sorry, Frogs. Hier heb je eentje voor je oog. Hotse flots. Hotse Frogs. Oké, we gaan hem klappen. Dan gaan we... Ik kan hem niet slaan. Ik heb een verkeerd wapen. Wat? Waarom kan ik hem niet slaan? Oh my god, dit gaat zo fout, hè. Hij gaat weer zuigen, denk ik. Oh nee, hij komt op ons af. Freaking Frogs, jongen. Is toch... Deze guy is niet gez... Ja, dit is niet leuk. Waar kom jij opeens vandaan, man?
Wie ben jij? Ik heb geen pijlen voor jou, vriend. Ik ben ook helemaal gedesoriënteerd waar ik nou naartoe moet. Frox, laat mij klimmen, oké? Okay? Ik laat je met rust. Ik heb geen zin in jou. Ik moet hier omhoog, denk ik. Of, nou ja, misschien ook niet. Wat, ik sta opeens op zijn hoofd! Ga weg! Ik zou zo graag willen dat er wat meer pijlen beschikbaar waren in deze game. Hij heeft wel bovenop zich echt allemaal... Nee, niet doen! Niet doen! Niet doen! Ik heb mijn hartjes nodig. Ik ga terug naar die wortel. Oh, blijkbaar moet je dan warpen. Oh nee, dat werkt niet. Dat werkt alleen voor miasma hartjes. Nou, lekker dan. Freaking Frox, jongen. Anyway, we gingen die kant op. Daar ergens. Is daar dan een grot of zo? Oké, nee, we moeten daar gewoon langs. Frox, blijf. Goed zo. Oké, dan zou hier ergens weer een beeldje moeten... Oh ja, kijk hier, beeldje. Die wijst ons een beetje die kant op, zo te zien. Het is hier zo donker. Ik heb nog maar 4 pijlen. Oké, nieuw beeld. Die kant. Wat is dit allemaal, joh? Ging hier niet toevallig pijlen? Gun mij pijlen. Ja, het hoeft natuurlijk niet per se met pijlen. Ik kan ook gewoon zo'n zaadje neerleggen en dan gewoon een klap tegengeven. Misschien is dat beter. Oh, kijk, hier hebben we nog zo'n beeld. Wat zijn dit nou weer, joh? Mini-kikkers. Gaan ze weg. Mini-froxen. Weg. Oh, ze geven wel zonanium. Dat is top. Oké, dit beeld gaat precies daar naar voren. Hier is wel veel meuk, veel miasma zo te zien. Is dat een... Het is geen wortel. Zo, hoppakee. Oh, oh, oh. Weg. Wegwezen. Met je hoofd. Ja, hoppakee. We gaan gewoon zo doen. Ik ga geen pijlen meer verspillen. Wat is dit? We zijn bij een of ander kamp aangekomen. Wel een vervallen kamp. Het is wel helemaal kapot hier allemaal. Oh, oh, dit is van die bende uit Breath of the Wild. Zoals opgedragen door Koga, moet deze plaats vernietigd worden. Leven Koga? Is Koga, die hebben we toch verslagen in Breath of the Wild? Volgens mij ben ik hier al een keer geweest of zo. Ik heb hier volgens mij al een keer iedereen afgeslacht. Maar misschien moeten we gewoon die beelden blijven volgen. Hier nog een beeld. Die wijst die kant op. Geen idee hoe ik hier beland ben trouwens. Maar oké. Nog een beeld. Ja, oké, we gaan goed. Laat ik trouwens toch maar even gewoon wat eten. Anders word ik straks opeens kapot gemaakt en kan ik alles opnieuw gaan lopen te doen. Hier is nog een beeldje volgens mij. Ja, we gaan dan met de goede kant. We moeten alleen maar rechtdoor. Oh, nu moeten we wel een hoekje om. Oh, ondergroei destijds. Wat is dit voor kampie? Ga maar blazen op je toeten. Ga maar blazen. Oké, we zijn nu al geraakt. Mijn wapen is bijna kapot. Ik ga even een andere wapen pakken. De metalen miasma. Oh nee, dit moeten we eigenlijk niet doen. Want nu krijgen we miasma in ons. Dat is niet goed. Dit zijn vrij sterke vijanden zo te zien. Zijn jullie net zo sterk? Au, ga eens even... Goed, lekker, lekker. Hoppakee, top. Oké, we hebben superveel zo nannyën. We gaan deze even kapot maken. Ja, top. Die kampjes die zitten niet voor niks op de route, denk ik. Hop, hop. Oké, Daruk. Ik bedoel, Yunobo. Ik noem hem nog steeds Daruk. Oké, pak hem. Goed zo, goed. Lekker. Lekker Ritu. Hotseflots. Oké, is er in dit kamp iets wat ik nodig heb? Oh, ik heb wel 5 pijlen gevonden. Dat is altijd welkom. Een zonbloem. Een wilde plant die op hoge zonnige plekken groeit. De bloemblaadjes hebben genezende krachten. En als je ermee kookt, herstellen ze hartjes die je bent kwijtgeraakt door miasma. Oké, dat is lekker. Oké, ik ga even 1 pijltje gebruiken. Op zijn hoofd schieten. Hotseflots. Zo, hier is kapot veel zonanium zo te zien. Wat ziek idee. Check dit. Dit is 1 sikke zonanium farm. Lekker zeg. Oké, maar we moeten die beelden volgen. Die kant, er staan hier weer echt kapot veel beelden. We moeten daar naartoe, hè. Wat is dit? Oh my god, een levende boom. Oh nee, ik wil... Hier zijn kapot veel levende bomen. Ga weg. Oh, wat is dit? Wat is dit? Hier is ook een kist. Maak de kist open. En wegrennen. Wegrennen van al deze bomen. Groot zonanium kristal. Kijk, dat is lekker zeg. Oh, ik zie kapot veel bomen, maar geen beelden meer. Oh, de bomen zijn gelukkig wel traag. Oh, kijk, die beelden die gaan ook naar links. We moeten de hele andere kant op. We moeten daar naartoe. Even koekeloeren. Ja, nog verder die kant op. Oh, ga weg! En echt helemaal de verkeerde kant op gaan. Zie je, we worden die kant opgeleid. Oh, daar naartoe! Oké, wat is dat? Wat is dat voor plek? Klein beetje meer licht. Oké. Ziet het tempelachtig uit? Laat ik daar dan wel even een pijl richting schieten. Om te kijken waar we kunnen staan en zo. Oh, dit is vrij diep. Ja, maar dat is wel waar we naartoe moeten. Krijg ik nog een wapentje van jou? Reiziger Speertie. Misschien moet ik even weer wat wapens sterker maken. Ja, dit zijn volgens mij echt allemaal super sterke dingen. Maar ik weet niet of ik dit wil gebruiken. Nou, laten we maar gewoon doen. Die wordt dan 20. Ja, dit zijn niet super sterke wapens nu. Nou ja, oké, dan gaan we dit wapen gebruiken. Kunnen we dit kamp ook even... Nee, we gaan dit kamp wel even aanpakken. Let's go. Misschien... Oh, dit had ik dus veel beter niet kunnen doen. Ik had niet gezien dat jij een schild had. Meneer, Yunobo, help mij. Oh, lekker Yunobi. Hier, pak hem. Wat ze vlot, weg met die guy. Ah, zijn panzer is veel te sterk. Nog een keer, Yunobi. Nog een keer. Lekker. Zo, die...
Die vloog even weg. Ik had dit beter niet kunnen doen, denk ik. Jeetje, man. Ik ben allemaal hartjes kwijt nu. Aan de meuk. Zo zonde. Nou, misschien zitten hier wel pijlen in. Ja, een paar. Ik heb een zilveren bokoblinhoorn gekregen. Die dus wel echt heel sterk is. Oké. Maar die moeten we dan eigenlijk aan een heel sterk wapen zien te koppelen. Als ik die ooit weer een keer vind. Oké, nou. Dit is de centraal verlaten mijn. Heb ik nog een drankje die miasma weghaalt? Nee, dat niet. Wel twee drankjes nog die me extra hartjes geven. Oké, wat gaan we hier beleven in deze mijn? Oh, dit is een tempel. Oh, wie staat daar? Dude, wie ben jij? Hallo? Onderzoekertje is hier. Die zegt, ik had niet verwacht dat hij ook iemand anders zou zijn. Maar ja, dat kan je ook over mij zeggen. Ben je hier voor onderzoek gekomen? Je hebt immers het werkgesprek van de... van het onderzoeksgroep gehad. Wat? Van wie? Want we hebben ook wat werkgesprek gehad. Want anders zouden we hier natuurlijk niet zijn. Moet je dit eens zien? Dit onbekende ding met flakkerende groen letters en een vreemd standbeeld. Volgens mij is dit de zonoïde. Maar ik weet het niet zeker. Ik moet dit uitvogelen. Nou, dan moet je gewoon je hand tegenaan doen. Tenminste, ik moet hier mijn hand tegenaan doen en dan werkt het. Kijk, dan gebeurt daar iets, meneer. Autorisatie voltooid. Yo, what up? Ik draag de kracht der bouwtekeningen nu aan de gemachtigde over. Gebruik deze voor je verkenning van het Nederrijk of voor het delven van Zonanium. Wat voor kracht? Bouwtekeningen? Ik krijg gewoon een nieuwe power hier zo. Ik kwam hier alleen maar om extra kistjes of mijn kistjes makkelijker te kunnen vinden. Maar ik krijg gewoon iets heel nieuws. Oké? Oké, lekker dan. Nice. Deze kracht onthoudt bouwtekeningen van je ultrahand creaties en laat je onmiddellijk opnieuw maken met voorwerpen uit de omgeving en Zonanium. Wow, dat is chill. Een soort van automatisch bouwen of zo. Oh, dat is heel nice. En de onderzoeker die zegt, heb je net de legendarische kracht ontvangen waarover gesproken wordt in het geschrift? Oh, er is nog iemand. Hallo. We moeten een demonstratie geven. Met deze kracht kan men het ontwerp van de creaties die men heeft vervaardigd gemakkelijk opslaan. En de creaties in een oogwenk opnieuw vervaardigen. Onze voertuigen zijn net kapot gegaan en we weten niet hoe we ze moeten repareren. Oftewel, of ik dat even wil maken. Oh, dat is wel lekker. Dus ik heb nu gewoon... Oh, kijk, ja, bouwtekeningen. Nieuwe power. Dit? Oh, wacht even. Kijk, dan moet ik deze maken. Denk ik. Zo, dat die weer werkt. Ja, en nu kan ik dus in één keer zo'n nieuw ding bouwen. Zo, dat is chill. Dus alles wat ik nu ga bouwen, dat kan ik nog een keer bouwen. Oh, dat is heel relaxed. Kijk dan. Wat nice. Nou, dit is top. Dit is geweldig. Hij klopt alleen niet, zo te zien. wat is dit? Ik heb hem verkeerd gebouwd. Zie je dat? Ik heb het wiel ondersteboven gedaan. Oh, dat is echt weer iets voor mij. Maar wat doe jij hier, jongen? Koga opeens hier. Ik zal nooit vergeten degene die me in het Gerudo-landschap duwde. En dat was jij. Ik heb altijd gezworen dat ik wraak zou nemen op die Zelda. En mijn meest gehate vijand op jou, Link. Eindelijk ontmoeten we elkaar weer. En doe maar niet alsof je me bent vergeten. We zijn door het lot verbonden. Hoor mijn naam en beef nogmaals van angst. Ik ben de leider van de Yiga-bende. De grote, de Nederrijk trotserende, als een phoenix uit de as herrijd. Ja, Koga, hè? Koga, jongen. Dude, de leider van de Giga-bende. Nou, hoi. Ik zag het toen jij de eeuwoude kracht bemachtigde waar wij al zo lang naar op zoek zijn. Daar is over geschreven in de eeuwoude teksten die we in het land hebben gevonden. De kracht onthoudt voorwerpen die je hebt samengesteld en kan ze onmiddellijk reproduceren. Dat is wel echt handig. Hoezo heb ik vals gespeeld, Koga? Hoezo? Wij werken er keihard voor om alles met de hand te maken. Nee, dat heb ik ook de hele tijd gedaan tot nu toe in deze game. En ik heb me bijna uitgespeeld. Wat ben je nou boos aan het doen? Doe ze rustig. Ik zou degene die zijn die boos moet zijn. Rustig aan. Chill. Die kracht moet worden gebruikt om jou en Zelda te verpletteren. Hoe durf je het te stelen? Maar het maakt niet uit. Ik zal je in de pan hakken en terugnemen wat van ons is. Denk je dat echt? Oh, oké. Je hebt wel een zieke auto ding. Ja. En ik heb net iets helemaal verkeerds gebouwd. Dus oh, ik kan toch gewoon hierop klimmen of niet? En dan ga ik gewoon jou slaan. Zo. Au. Ik wil nu deze hebben. Geef mij deze. Oh, oké, zo werkt het niet, blijkbaar. Oké, kijk, nu heeft hij weer zijn autootje te pakken. Ik kom hier gewoon ook op, hè? Hier, wat een idee. Oké, rustig, man. Waarom moet je mij de hele tijd raken? Niet oké. Hier, in je oog. Sla hem maar gewoon. Het gaat allemaal niet zo soepel. Ik ga eventjes een klein beetje eten, zo. Dat we niet helemaal kapot gaan. Riju, mag ik jouw kracht lenen om op zijn oog te schieten? Hier, hotseflots. Waar ben je? Waar is die? Hij is daar. Hij heeft blijkbaar een nieuw wapen gevonden. Pak hem. Junobo, dat lukt niet. Hallo. Hey, het gaat niet zo goed met jou, hè? Ik ben bijna weer op je auto, hè? Oké, ik ben nou zat, hè? Laat me gewoon... Ik ben er. Hotsikidee. Bam. 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 Bam.
Daar gaan we weer. Kijk hem staan. Wat was dit? Wat was dit? Heb je nou jouw auto weer een nieuwe krachten gegeven, jongen? Hier voor jou. Hotsikidee. Bye bye, Koga. Heb ik je weer verslagen, vriend? Je wil een eerlijk gevecht? Dude, jij hebt een heel wapen gebruikt. Of een hele auto gebruikt net. Laat ook maar, zo is dat genoeg voor vandaag. Luister eens. Ik heb al een heleboel van deze ruïnes gevonden. Haha. Er viel me iets op toen ik je bezig zag. Je gebruikte die rechterhand van jou om de Zonoïde aan de praat te krijgen, hè? Dat ziet er handig uit. Ik ga snel terug naar de zuidwestelijke verlaten mijn om me die kracht ook eigen te maken. Oh, ga jij daar naartoe? Oké, Koga. Nou, succes ermee, hè? Ja. Nou, tot de volgende keer, zou ik zeggen. Oh, wel vet apparaatje heb je. Ja, nice. Ja, ziet er goed uit. Ja, die wil ik ook wel. Dit zag er wel cool uit, Koga. Hey, Kissy. Kom maar op met een Kissy. Hoppakee, reuze zonaniumkristal. Zo, dat zijn 100. Dat is lekker. Dankjewel voor het verdrijven van de indringer, zegt de Zonoïde Lakai. Ik moet bekennen dat ik een deel van uw conversatie heb gehoord. Ik vermoed dat er met de verlaten mijnen in het zuidwesten verwezen wordt naar de verlaten mijnen in Gerudo. U kunt de verlaten mijnen in Gerudo vinden door vanaf hier de stenen standbeelden te volgen. Het is echter praktischer om eerst richting dat licht verderop te gaan. Ze willen ons nog iets meegeven. Oh, nou, top. Ik heb wel iets verkeerds gedaan, hè? Kan ik deze gewoon verwijderen of zo? Want ik heb dit fout gedaan. Kijk dan, dit ziet er niet uit. Ik heb het verkeerd omgedaan. Nou, oké, prima. Het gaat denk ik niet. Hallo, jij wou me nog wat geven? De Blauwdruk Tablet. Een stenen tablet met een bouwtekening, bijvoorbeeld van een Zoai-voertuig. Met de rechterhand bouwtekening kun je het ontwerp uitvoeren. Oh, het is een nieuwe Blauwdruk Tablet. Oh, dat is lekker, man. Kijk, hier ligt al gewoon al die spullen. Oh, kijk. Hier kunnen we zonaniumkristallen fixen. Oké, maar nu kunnen we dus hier een vliegtuigje zelf gaan bouwen. Kijk, oké, cool. Let's go. Ik vind dit een goed idee. Dan kunnen we zo richting die... Oh, ja, een beetje omhoog. Ja, dit is perfect. Dit is heel nice. Oké, mijn batterij is op. Ik wil wel zien waar we terechtkomen. Oh, we gaan neerstorten. Oké, ik had het bijna gehaald. En eigenlijk moeten we nu dus weer deze beelden gaan volgen. Maar laten we nu eerst even teruggaan naar Joshua. Want dit was haar quest en Robbie wilde nog niet naar Hatedo zolang Joshua niet klaar was. Maar zou het kunnen wat je wat gevonden hebt? Ja, nou heel erg joh. Het was echt Koga en kracht der bouwtekeningen en alles joh. Helemaal sick, ja. Over het Nederrijk gesproken, ik bedenk nu dat er iets bruikbaars zat tussen de spullen die daar verzameld zijn. Ja, wat dan? Ja, wat dit? Wat? Kijk eens meneer de zwaardvechter. Oh, nog een blauwdruk tablet. Nice. Of nee, het is een tablet natuurlijk in dit geval. Oh, we kunnen een ballon maken. Nou. Oh, maar dat is chill, want dan kunnen we gewoon zo naar boven. Kijk, daar. Hoppakee. Yo, ja, ik ga hem wel maken voor je. Ja, is goed. Dat kan ik ondertussen. De ballon. Kijk. Zo. Tung, 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 tung. Let's go. Alsjeblieft. Ja, deed de luchtballon gerepareerd in een oogwenk. Zo, deze kracht is zo chill. Robbie. Waarom schreeuwen zo, Joshua? Ongelooflijk, mijn ballon is gerepareerd. Dit moet een mysterieuze kracht zijn waarvan gezegd wordt dat die beheerst wordt door de Zonais. Ik had nooit gedacht dat ik de kracht van de Zonais met mijn eigen ogen zou kunnen zien. Dankjewel, neem dit alsjeblieft van me aan. Ik had het bewaard voor een speciaal moment. Een groot stuk Zonanium. Hoppakee, en deze missie, die is voltooid. Joshua wil het nog even hebben over dat we Koga hebben ontmoet en over de Yiga-bende, dat een hele gevaarlijke organisatie is. Koga wilde jou en Zelda zelfs vermoorden. Als jij achter Koga aangaat, zal ik het onderzoek naar het Nederrijk voortzetten. In het woud destijds, ten zuiden van de Hyrule-vlakte, zijn trouwens een schacht en nieuwe stenen beelden ontdekt. Ze lijken via de tempel met bouwtekeningen door te lopen in zuidwestelijke richting. Oké, nog meer missies. Hey, nu is Robbie weg. Oh, die staat daar bij zijn ballon. Dankjewel dat je mijn ballon hebt gemaakt. Ontzettend bedankt. Dat van die bouwtekeningen klinkt geweldig. Ik moet ineens ergens aan denken. Dat mysterie met die fragmenten van Joshua is opgehelderd. Nu ga ik terug naar het Pura Tablet Instituut in Hateno. Hehe. Dus zo doen we dat. Oké. Nou, doe je? Kijk, nu hebben we ook een nieuwe zijmissie. Nou, terug naar het Hateno Instituut. Kijk, daar staat zijn mooie luchtballon. Ja, en er zit geen blaadje meer op de deur. Robbie! Laten we snel die sensor activeren. Geef me je Pura Tablet maar even. Tablet ding. Heb je nu iets geïnstalleerd? De tempelsensor. Die reageert als je in de buurt bent van een lichttempel die je nog niet hebt bezocht. Ga in de richting waar je de sterkste reacties krijgt om de tempels op te sporen. Oh, Robbie heeft een handleiding gemaakt. Oké. Maar hoe ga ik dan nu kistjes vinden? Blijkbaar kunnen we nog allemaal extra dingen doen met de Pura Tablet. Dat is een prototype van het reismedaillon. Oh, dan kunnen we ook naar dit soort locaties teleporteren misschien. Vet handig. Het helpt
helderspoor kunnen we activeren. Want we hebben al 15 tempo locaties gevonden, als het goed is. Toch, die kan je dan gewoon installeren, toch? Dan kunnen we zien waar we tot nu toe hebben gelopen, blijkbaar. Kijk, er kunnen tot wel 256 speluren worden vastgelegd. Holy moly, dan kunnen we gewoon even kijken waar we geweest zijn. We hebben ook nog een encyclopedie-sensor. Je kunt nu ook naar andere dingen zoeken dan lichttempels. Ga in de richting waarin de sensor de sterkste reactie geeft om het doel op te spoeren. Ik denk dat we deze nodig hebben voor kistjes. Kijk, hij verkoopt zijn encyclopedie, waarmee we naar dingen kunnen gaan zoeken. En de collectie diverse, daar zitten dus onder andere schatkisten in. Die kan je dan kopen voor 100 rupees. Dus ik denk dat ik deze maar gewoon even moet kopen. Heb ik nu al die van schatkisten dan? Nee, verdorie. Oké, we gaan nog een gokje doen. Ik wil die van schatkisten, alsjeblieft. Nee, nog niet. Kom op, gun me die van schatkisten. Maar is het niet zo dat ik eigenlijk gewoon een schatkist moet fotograferen? Dat ik nu echt mijn rupees keihard aan het verspelen ben? Ik denk het wel. Volgens mij is dit echt super dom. Oh my god. En ook echt de laatste, hè. De laatste is dan een schatkist, hè. Robbie, jij bent de gold digger. Ja, daar is die. Nou, oké. Gefeliciteerd met je 500 rupees, ja? Yo, geniet ervan. Dit laatste had ik echt beter niet kunnen doen. Maar anyway, mijn Pura tablet, die is weer aardig gevuld. Dus nu kunnen we weer terug naar die gozer hier beneden in de grot. Want hij was uiteindelijk degene die me langs Robbie stuurde. En dat heb ik nu allemaal gedaan in deze video. Maat. Ik heb gedaan wat je vroeg. Als we wijs kunnen worden uit dit raadsel, denk ik dat we nog veel meer ontdekkingen kunnen doen. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar de kleding die je hebt gevonden. Het zou kunnen dat het niet de enige schatkist was. Nee, precies. Zorg dat je de bliksemkleding aantrekt waar draken overwaken met lange nek langs een serpent met open bek. Ja, dus hier moeten allemaal kisten nog zijn met kleding. En ik wil dus nu op zoek naar schatkisten. Dat kunnen we instellen in de Pura sensor op deze manier. Hoppakee, doel aangepast, schatkist. Dus in de volgende video gaan we op zoek naar meer van dit soort elektriciteitskleding dat tegen onweer kan. En dan gaan we weer verder met het verhaal. Ik hoop dat je deze video vet vond. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!